Wat schattig. Dit is een Tibetaanse mastiefpup, ook wel Tibetaanse berghond genoemd. Vorige maand werd een exemplaar van dit hondenras door een Chinese vrouw voor maar liefst €380.000 gekocht. Het hoogste bedrag dat ooit voor een hond is betaald. En daarmee is deze Tibetaanse mastief de duurste viervoeter ter wereld. Ik vind het echt een beetje van de gekke dat daar ontzettend veel geld voor betaald wordt. Het is echt buiten proportie. Ja, goed zo! Ja! Bettina Marsman fokt de Tibetaanse mastief in Nederland. Zij verkoopt de honden hier toch voor een heel wat minder bizar bedrag. We hebben een adviesprijs vanuit de Tibetaanse Mastiff Club. En dat is €1200. €1200 is wel heel wat minder dan die €380.000 die de Chinese vrouw voor haar bijzondere hond genaamd Yangtze nummer 2 heeft betaald. Maar ja, Yangtze schijnt dan ook een stuk oorspronkelijker te zijn dan de Tibetaanse mastief die hier in Nederland wordt gefokt. Het is heel lastig dus om te weten welke Tibetaan nu echt oorspronkelijk is. In Tibet lopen de honden dus heel veel los door de dorpen heen en met de karavaans gingen ze mee. Dat houdt in dat als zo'n reu meeging onderweg of zo'n teef ging wel onderweg en die was dan per ongeluk loops, die kwam iets tegen. Ja, daar kwam dan weer een nest uit. En hoe ver is dan iets oorspronkelijks? Dus dat is sowieso wel heel lastig. Dus alleen echt beschermde Tibetaanse mastiff, die kan je nog oorspronkelijk noemen. Er schijnen in Tibet nog maar 260 pure, originele exemplaren van dit hondenras rond te lopen. Die ziet ze niet veel natuurlijk. En iets wat zeldzaam is, wordt duur. En dat betekent dat deze bizar dure hond inmiddels als statussymbool wordt gezien. Want iemand die zich een Tibetaanse mastiff kan veroorloven, tja, die heeft geld. Gelukkig zijn wij Nederlanders hier toch een stuk minder gevoelig voor. In alle eerlijkheid, ik kan mij niet in Nederland iemand voorstellen die bereid is om zoveel geld uit te geven voor een hond. Wat ik weet, zeg maar, als je een Tibetaan aanschaft, dan is het degen van 10 keer moet je zorgen dat je terrein afgeschermd is. Dus je moet hekken gaan plaatsen. Als je €380.000 betaalt voor een hond, dan waakt die hond niet meer over jou, maar dan moet jij over je hond waken. Laten we hopen dat die peperdure Tibetaanse mastief Yangtze nummer 2 behalve puur en mooi ook nog leuk en lief is.